er al bleek in gegooid. Het grote drollen. Erg akelig. Ik moet eigenlijk nog inhuur of zo. Oh, mag toch? We gaan Steve maar even bellen. Hele goedemorgen, het is zondag vandaag en ik ben met knallende kopaan weer opgestaan. Ik heb het nu al 3 dagen, ik baal er zo van en tegen de middag gaat het wel weer beter, zeg maar. Maar ermee opstaan is gewoon niet leuk, zweet breekt me uit en zo. Ik denk dat het gewoon veel te warm is in huis, denk ik. Ik weet het niet, maar goed. Bella staat te eten, is net uit geweest. Troy loopt nog ergens buiten, die had geen zin om snel mee te lopen. Ik ga even een kopje koffie maken, broodje en... gaan we even zien wat deze dag gaat brengen. Oh ja, ik heb een leuk shirt aan. Let op. Het klopt. Het klopt echt. En dit is mijn, ja, ontbijt. CQ lunch, want het is al 11:30. Ja, mensen, het is 11:30. kop koffie met melk. En wat heb ik op mijn brood? Daar zit best wel een verhaal achter trouwens. Dat is kaas. Komkommer ketchup en dat heet 3K J&D. Ja, 3K J&D. Ik draai de camera om de uitleg te geven. 3K J&D. De 3 K's staan voor kaas, komkommer, ketchup. De J van Janneke en de D van Daniella. Omdat we dit samen hadden bedacht. Omdat we dit echt heel erg lekker vonden op brood. We deden meestal vroeger ook geroosterd brood. En dan deden we kaas, komkommer, ketchups. En we hadden dat gedoopte 3K J&D. Wil je op je brood 3K J&D? Toen wisten we wat we bedoelden. Dat was een dingetje wat ik samen met Daniel had bedacht, zeg maar. Ja, don't judge. Dat doe je soms. En dat is echt lekker, probeer maar. En zoals altijd, op vrije dagen is het tijd om het huis weer een beetje aan kant te brengen. Begin met de kattenbak. Die rookt zo heerlijk. Hier, het er al bleek in gegooid. Gaat die schoon te woenen. Ik heb daar altijd zo'n aparte borstel voor. Ik ga natuurlijk niet met de borstel waar we mee de borden en zo. Doe ik er altijd bleek in gooien. Ik gooi hem eerst leeg natuurlijk, dan gooi ik er bleek in. Gewoon deze goedkope bleek voor. Die gooi ik er altijd over in. En dan met heet water en mijn schoonboenen. En dan laat ik hem altijd even buiten. Eventjes, dat de geur eruit gaat. Dat is trouwens de zak waar de korrels in zitten. Ik heb alles even buiten gezet. Het is tenminste even droog. Dus het kan even buiten aan de lucht drogen. Gaat die geur er een beetje uit. Want deze man hier is echt groot. Het is een grote kat. Met grote drollen. En veel stank. Toch, Troy? Ja. Ik ga gauw weer eventjes naar mijn kipje terug. Ja. Ben je klaar met stofzuigen? Wil je je dweilemmer vullen? Staat er iemand te douchen? Dus, weer een kink in de kabel. Dan maar een bakje koffie. Dit is de eindkleur van Michelle haar. Ik weet niet of we dat gisteren nog gefilmd hebben. Eigenlijk geen idee wat we allemaal gefilmd hebben. Maar kijk. Zo, die deur is boven dicht. Er zitten nog wat lichte stukjes in. Maar het is eigenlijk een beetje highlights of zo. En kijk wie er ook wakker is. Bella! Iemand die met zijn hoofd een vlag is. Met fuck op zijn t-shirt. Die is ook wakker. Maar ik moet zeggen, het is ook al 1:15. Nou, dweilen is ook eindelijk gelukt.
Nu is het even wachten tot deze glimmende balzaal opgedroogd is. En dan kan ik weer Orange is the New Black verder kijken. Yay! Ja, als de klusjes erop zitten, is het tijd om te chillen natuurlijk. Orange is the New Black heeft een nieuw seizoen en ze staan allemaal op Netflix. Dus dat wordt, hoe noem je dat? Binge-watchen? Achter elkaar doorkijken dus. Was is ook klaar, maar ik moet even wachten tot de vloer droog is. Dan kan ik de was in de droger gooien, want het regent buiten. Tenminste, het regent dan wel, dan niet. En ik ga niet heen en weer hollen om de was dan weer binnen te halen. Dus ik gooi het in de droger. Nieuwe was erin. Ik moet ook nog wat strijken. Ik moet echt wat strijken, want ik heb ook blouses, overhemden en dat soort dingen liggen van Steven, Michella en van mezelf. Die moeten echt wel gestreken worden, maar die liggen er dus nu allemaal. Ja. Don't judge. Een maand. Misschien wel langer. Ik denk dat ze niet eens meer weten dat ze bestaan. Dat is altijd wel weer leuk. Dan heb je wel weer een nieuwe verrassing in je kast. Hé, had ik die ook nog? Ja, die had je ook nog. Goed, hè? Waar was die al die tijd? Geen idee. Ik hoor iemand aankomen. Het hek gaat. Dus ik ga even kijken wie dat is. Auw. Het is niet waard om over de vloer heen te lopen. De bel ging niet. Het waren de foldertjes die door de brievenbus werden gegooid. Die pak ik zo wel. Vergeet ik telkens ook te kijken. Leg ik ze neer, vergeet ik dat ik ze had en de druk om te kijken. Stom, want ik vind ze altijd wel echt heel erg leuk om elke week even te bekijken welke aanbiedingen er zijn. Niet dat ik er heel veel mee doe, maar ik vind het wel heel leuk om even te shoppen in de reclamefoldertjes. Bellen liggen ook lekker op de plekje. Hier achter mij staat een vlog te renderen. Ik ga even wachten en dan chillen. En eerst dan hebben we die twee akelige andere klusjes. Nou, de was vind ik niet zo erg. Maar strijken? Akelig. Erg akelig. Ik wil er eigenlijk iemand voor inhuren of zo. Zo akelig zelfs. Ja. Rijk was. Dan nam ik een strijkster. Iemand die ging strijken voor me. Of ik bracht het weg om te strijken of zo. En als ik rijk was, nam ik een huishoudster. Of iemand die me. Ja, hoe noem je dat? Huishoudster, schoonmaakster, weet ik veel. Ik heb het werk zelf ook gedaan. En dat zou toch wel zo relaxed zijn, iemand je huis schoonmaakt. Oh, kom je thuis, is je huis lekker schoon. Hoe chill. Oh, en dan huurde ik ook meteen een klusjesman in, die ik op afroep kon vragen om planken op te hangen, weet ik veel wat. Dat zou ik doen als ik rijk was. Ja, voortuin zou ik opnieuw laten doen. Ja, alles schilderen, wat er hier nog te schilderen valt. Echt. Zolder helemaal aftimmeren, verder. Is ook allemaal half af. Dus dat. Dromen mag toch? Ik spar gewoon nog even verder. Vlog is klaar met renderen. Ga ik de volgende maken. Beetje voorraad maken. Tijd. Voor een vervelend. Ik wou een lelijk woord zeggen. Klusje. Dat. Wat ik daarvoor nodig heb is. Een fles water. Strijkijzer, strijkplank en een berg wasgoed. Wil ik beginnen te filmen? Is mijn batterij leeg? Zomaar, in één keer. Ik verzin nou zoiets. Ik heb gesaboteerd. Ik zal mijn grote vriend even laten zien. Ik haat hem en ik hou van hem. Ik haat hem omdat ik ermee moet strijken. Ik hou van hem omdat hij het heel snel doet. Ik ga hem voor. I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome? Etenstijd. Het is zondag. We eten patat. Ja, alleen op zondag. Ik ga het niet meer elke dag doen. Echt niet. Echt niet gewoon. Nee. Het is zondag. Patatdag hier. Met sla en weet ik veel wat allemaal. Dat eet ik dan alleen. Ik heb ze al 3 minuten geleden geroepen. Geen reactie. Kijk. Het staat allemaal klaar.
gaan zien wie er als eerste beneden komt. Michelle komt als eerste. We gaan Steve maar even bellen. Hallo. Kom je eten? Oké. Tot zo. Ja, hij zegt dat hij eraan komt. Anders heeft hij koud eten. Maakt ook niet uit, denk ik. Ik weet niet of jullie het horen, maar het stort van de regen buiten. Net mijn bellen buiten geweest, we waren net op tijd binnen. Het is alweer 10:30. Ik heb mijn hele kast leeggeruimd. Echt alles, alle oude kleding die ik niet meer pas. In zakken gedaan. Er lag een grote berg op mijn bed. Die is nu lekker opgeruimd. Mijn kamer is lekker opgeruimd. Ik zal het nog wel een keer laten zien morgen of zo. Ja, waarom morgen niet? Echt, klettert gewoon water hier langs het raam. Volgens mij zit het dak groot vol. Horen jullie dat? Ik weet niet of jullie dat horen. Het klettert echt heel hard. Maar anyways, mooi verhaal. Ik ga het vlog afsluiten. Vond je hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ik kan. Hier een bolletje hierboven. Hier zijn nog twee schermpjes die je misschien ook leuk vindt om te kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Morgen zie ik je weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En als je dit in de ogen kijkt, wens ik je een hele fijne dag vandaag.